Sorry, moet die tussen ook een beetje. Oh, dit is zo naar. Hoe lang moet dit droog eigenlijk? 24 uur. Dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit is niet normaal. Dit is niet normaal! Het regent veel te hard! Het regent zo ongelooflijk hard. En je ziet dan ook meteen hier binnen in huis dat het echt heel erg donker is. Zie je dat? Normaal gesproken super licht. Je kan helemaal tot in de hoeken zien. En nu helaas heel erg donker. En sommigen worden daar somber van. Maar hey, ik kan jullie wat vertellen. Ik ben vrolijk en we gaan er vandaag een leuke dag van maken. We gaan sowieso iets binnen doen. Want het is al moeilijk om dingen buiten te doen. Al helemaal met veel mensen. Dat kan niet. Dus dit zorgt ervoor dat we wel eventjes allemaal binnen blijven, denk ik. Want wie gaat er nou met dit weer naar buiten? Nou, ik. Heel eventjes dan. Ik moet heel even namelijk wat ophalen in het dorp. Maar daarna blijf ik waarschijnlijk gewoon binnen. Maar wat we nu gaan ophalen, Marvin en ik, in het dorp, heeft te maken met wat we vandaag gaan doen binnen. Wordt heel erg leuk. Dus heb je er zin in, doe even een blauw duimpje omhoog. En ik zag veel reacties van Enzo. Waar blijft nou die nieuwe intro? Ik heb het heel eventjes links laten liggen. Ook al zei ik dat ik ermee bezig was. Dat ben ik ook. Ik heb al een paar clips opgenomen. Ik denk dat ik vandaag de rest ga doen. En dan ergens de aankomende dagen de nieuwe intro voor Huizen Knol. En hier, waar het dus nu een beetje donker is, kunnen jullie wel zien dat ik deze heb neergezet. M&M, Lil Peep en in deze hoek Juice WRLD en XXX. Nogmaals, Mohammed, shout-out naar jou. Ze staan, vind ik, super mooi hier in mijn woonkamer. En ja, ik ben er echt super blij mee. En je hebt echt een mega talent voor tekenen. Hi, Marvin. Ja, dat is echt mooi. Ja, dat is heel vet zo. Zie je het wel op camera? Het is echt heel donker. Ja, ja, je ziet het wel. Deze camera is goed, man. Wow, yo. Oh, dat wist ik toch niet. Wow, yo. Nou, het is echt treurig weer. Treurig. Maar goed, wij gaan er wat leuks van maken. Ja, en ik heb mijn regenjas aan, dus geen probleem. Ik vind altijd als het regent dat het ook, ja, dat het juist zo'n keer goed is. Want je zult zien, morgen is alles veel groener. Jeetje, wat een mooie woorden. Maar hey, het is groen aan de overkant. Ja, toch? Nee. Wat dan? Het is de... Oh ja, 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 ja. Maar het is wel altijd groener aan de bij de buren of zo. Wat is het? Het gras is groener aan de overkant of zoiets. Dat is toch? Het gras is altijd groener aan de overkant. Dat is zo'n spreekwoord. Dat je altijd denkt dat het aan de overkant beter is. Terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. En zo heb je wel meer van die spreekwoorden. Net zoals komt de lama uit de mouw. Stop. Ja, toch? Nou, dit is wel echt super grappig. Want ik heb vroeger een keer spreekwoorden moeten invullen toen ik iets van 10 of zo was. Ja. En toen was ik echt van overtuigd dat dat het was. Mijn moeder heeft dat bewaard. Ik denk dat als ik het haar vraag dat ze wel even een foto van kan maken of iets dergelijks. Maar dat ligt wat zei bij dan? Ons thuis. Allemaal dingen verdraaid. Van als er één schaap over de dam is of zo. En dan had ik iets van dan verdrinkt die of zoiets. Zoiets had ik. Allemaal hele rare dingen. Net zoals van in plaats van ik ga er een stokje voor steken. Ik ga er een boek voor steken. Ja, dat je gewoon iets invult. Gewoon hele andere woorden. Ja. En toen was ik echt 10, dat was super grappig en mijn broer lachte me daar altijd om uit. Wat mij heel leuk lijkt, en ik denk dat we dat even aan jouw moeder moeten gaan vragen, of zij wat foto's van vroeger wil opsturen. In een envelop en dat we die dan gaan bekijken. Ja, of dat ze er gewoon een foto van maakt. Nee, ik denk dat het wel leuk is dat ze dan een envelopje stuurt en dat wij dan gaan openmaken. En dat ze daar dan gewoon foto's in doet en dan gewoon een tekstje erbij, hoe en wat en zo. Ja, dat lijkt me echt leuk. Dat is wel heel erg tof. Ik denk dat dat alweer 2-3 maanden geleden is, maar toen gingen wij... Oh! Milan! Het is Milan Knol! Ewa! Yo, bro! Kijk, hij kan lopen. Oh.
Hallo. Hey, ik heb een vraagje. Maandag heb ik 's middags en 's avonds opnames in Amsterdam. Hij belt ons nu al voor oppas hoor. Hij belt ons nu al voor oppas voor het hondje. Graag! Ja hoor, helemaal prima. We zetten dit in onze agenda. Komt goed. Ja, is goed. Oké, later. Yo, later. Yo. Maar dan gaan we nu maar eventjes spulletjes halen. En dan gaan we dus binnenkort oppassen op Malino. Maandag. Dan weet ik wel wat leuks. Dan gaan we Malino eens eventjes verven. Dat lijkt me ook wel leuk. Ja, maken we hem gewoon roze, net zoals Milan. Ja, nee, dan maken we hem gewoon bruin. Hij wou geen bruine Akita. Verven hem bruin. Ja. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, we gaan wel even spullen halen in het dorp. Ja, daar hebben we het. Ja. We hebben rood, blauw, zwart. Dat is denk ik het enige wat we nodig hebben. En wit. En, oh ja, wit ook inderdaad. Maar ik denk dat we ook wel... neem gewoon ook de gele mee, want daar kun je ook oranje en zo mee maken. Als we nou wel nog een ander idee hebben, dan kunnen we alle kleuren maken die we willen. Is goed. Nou, de verf hebben we. We zijn heel eventjes in deze winkel aan het kijken voor een panty. Nou, hier liggen allemaal panties. Het liefst hebben we een witte nodig. Die panty hebben we nodig om over mijn hoofd te doen. Ja, jij wil geen ballonnen op je hoofd. Nee, dat doet echt pijn. Dat trekt veel te hard. Dus ik denk dat de panty beter is. Maar wit is er niet. Dus wat doen we dan? Maar kan ik niet gewoon de superheld zijn, maar dan met mijn haar gewoon? Nu heb je het al verklapt, hè? Nou, alleen superheld. Maar je hebt wel een muts in die kleur. Misschien kunnen we dat dan doen. Maar het moet niet gek worden. Eerst vind ik al deze sikke schoenen voor maar 13 euro. Check deze nieuwe sikke patta's. Ja. Voor 13 euro. En nu kom ik achter dat ze in deze winkel ook gewoon Supreme hebben. Check dit. Wow, yo, dit is echt, het wordt echt een hype winkel dit. Ja, inderdaad. Sick, gewoon Supreme. Even kijken of Supreme lekker ruikt. Ja? Ruikt best lekker. Zo, inderdaad. Nee, wij gebruiken geen wasverzachter. Dit had ik vroeger altijd. Ken je dit? Oh ja, dat doe je in je melk en dan drink je en dan... Dat is lekker. Nou, neem maar mee. Helemaal blij. We hebben even wat keukenspulletjes gehaald ook, zoals bakken waar je bijvoorbeeld sla in doet. Of bakken die je op je hoofd doet voor de regen. Kan natuurlijk ook. Het ziet er wel echt sick uit trouwens. Nu blijft mijn capuchon goed zitten, anders waait hij de hele tijd af. Nou, sick hoor. Dus ja, we hebben wel even wat handige spulletjes gehad voor thuis. Ook even wasknijpers, boterhamzakjes. Moet soms ook even gebeuren. Oh mijn god, ik dacht dat het Pikachu was. Ja, kijk dit. Ik dacht serieus dat het Pikachu was. Wel maar... bijna. Ja, het lijkt er wel heel erg op. Maar dit is wel echt een grappige winkel. Hier heb je zeg maar dingen. Die zijn dan afgeprijsd. Afgeprijsd en afgeprijsd. Dus het is echt ziek goedkoop. Dus misschien dat we hier nog wat leuke dingetjes kunnen vinden voor in de vlog die we kunnen gaan doen. Deze moeten we meenemen voor Lars. Ja. Hij is helemaal Ninja Turtle fan. Kijk, dit is een schild wat je op je rug moet doen. Ja. Kijk, en dan krijg je een sixpack van. Meenemen. En hij gaat hem maar aandoen ook. Ja. Zijn er nog verschillende maten? Nee, zeker. Nee, ik ben bang van niet. Maar joh, kom goed. Kom goed, joh. Wie is dat? Huh? Dat is Boas' auto, sowieso. Er is maar één RS3 in Nederland die er zo uitziet met mijn logo erop. Jup, laten we hem even bellen. Ja, misschien gaat hij mij wel laten schrikken bij mijn auto. Dat kan ook, want hij zou jou dan ook gezien moeten hebben. Ja. Ja, hij is er niet eerder, want kijk, zijn ramen zijn nog helemaal nat. Ja, zullen we hem eens bellen? Ja, doe maar. Yo, Boas. Ja. Yo, wat ben je aan het doen? Ik loop in Zeist. Ja, dat weet ik. Ik sta bij je auto. Oh, echt? Ik over één minuut ook. Nou, zie ik je over één minuut. Wij staan hier bij je auto. Oké, joh. Ella. Nou, kijk eens wie we daar hebben. Het is je boy Boas. Yay. Nou, doe even een flipje voor de vlog. Ja, die heb ik lang niet meer gezien, nee, joh. Ik ook niet, daarom. Weet je, u kon nee, maar lang niet even gezien. Nee, ik heb je echt lang niet gezien. Oh, sick. Hij springt zo hoog. Ja, hij springt nog. Ook nog hier. Nee, ik heb echt problemen met mijn knie. Echt? Ja, hij moet naar de huisarts. Ja, het is echt, heb ik de kijkers ook nog niet verteld. Maar in het allerergste geval moet ik geopereerd worden. Misschien zijn achterste kruisband scheuren. Ja, door de Enzo-Olympics. Zo heftig. Ja, hij gaat zo hard aan toe, die Enzo-Olympics. Maar ik vertel jullie dat straks wel. Maar ik moet even naar de huisarts en misschien even een scan laten maken van mijn knie. Zo, dus ja, ik kan geen salto's meer doen. Dus ja, balen. Maar goed, wij hebben betaald, we moeten er vandoor. Leuk je even gezien te hebben, zo in Zeist. Het is best random, toch? Ja, dit is echt random. Ja, wel lachen. Ja. Wij waren de parkeergarage nog niet binnen en toen zagen we al van, oh my god, Boas is hier gewoon.
Ja. Ben je nog steeds blij met de auto? Gast, die kleur nog steeds. Ja? Je had echt niet beter kunnen kiezen. Ja. Oh, ik had niet verwacht dat hij die kleur zo vet zou vinden. En ik had ook niet verwacht dat Boas de kleur zo lang erop zou laten. Had je verwacht dat hij er nu al af zou zijn? Ja. Ja, ik ook. Ik rij je nog wel jaren mee rond, hoor. Ja? Zullen één ding, ik heb één, dat is denk ik mijn schuld. Maar het is... Bij mijn sensor is een heel klein stukje ervan af, dus ik moet zo'n klein stukje nieuwe rap hebben. Oh, dat komt wel goed, het ligt nog wel. We zijn met z'n allen eventjes lekker aan het smikkelen. En Lars, we hebben wat voor jou gekocht. Ja. We kwamen dit tegen en we vonden dit zo geniaal. Dus misschien als je dat ziet, denk je van oké, dan wil ik ook wel meedoen met het idee. Ik moet wel wat licht doen en met dezelfde handen. Ja. Kijk maar. Ik kan het ook gewoon raden. Je weet het al, hè? Ja. Wat dan? Ja, nice. Wil je wat grappigs weten? Ik spaar het ook niet uit dat dingetjes. Thuis heb ik een hele verzameling. En ik liep hier zo langs ook bij de winkel. Ik dacht, dat is eigenlijk wel lachen. Ik denk, ik loop even verder. En nu voel ik het al aankomen gewoon. Hè? Ja, dit was bij mijn outfit. Goed, ik zal het even aandoen om je te laten zien hoe het staat. Ja, denk je dat je deze aan kan? Ik denk dat we hem wat kleiner, wat groter voor hem moeten gaan maken. Nee, komt goed. Geen stress. Dit past wel. Hier, dit is gemaakt voor mijn lichaam. Even de hoodie uit. Komt ie hoor. Kijk hoe dit moet. Welke kant is boven? Dat gaat niet uit mijn rug passen. Jawel, jawel. Je moet vertrouwen hebben, Jeroen. Ja, top dit. Hoofdbeschermer. Oh, oh nee. Hij is gewoon allemaal losgeklikt. Oh, echt? Ja. Mees? Oh. Nee, je denkt dat ik jou ga helpen. Gewoon lekker struggelen. Nou, zullen we hem even uittesten? Zo! Even uittesten. En je weet dat dit een sixpack wordt te zijn? Wordt dit een sixpack te zijn? Ja, kijk waar die zit bij jou. Ja, maar Lars heeft gewoon rare proporties. Heb je ook een 8-pack, hè? Hier en hier. En je rug? Ja, die klopt wel. Deze moest even... Oh, shit, ik wou hem eraf trekken. En draai eens om. Nee, ben ik niet. Hier kan je ook nog je zwaard in doen, hè? Ja. Dat is echt lijp. Ja, die hadden ze niet. Maar wel sick. Ja. Hey, Milan is in de house. Yo. En hier is Malina. Oh nee, toch niet. Nee, dat mag nog niet. Maar we hebben wel, heel toevallig, een cadeautje voor Milan. Ja, inderdaad. Hebben we gehaald voor jou. Gang, gang, Hollanda, gang shit. Oh nee. Alsof ik nog niet genoeg cadeaus heb gekregen. Nee, we hebben het natuurlijk niet voor jou gehaald. Eigenlijk niet voor jou, nee. Nee, we hebben het voor Malina gehaald. Ja, dat hoef ik het niet. Kijk. Nee, dan hoef ik het niet. Ik ga niet kijken. Nee, ik ga niet kijken. Dan geven wij het later aan Malino. Nee, want jij moet dit gebruiken. Echt? Kijk, hiermee kan je zacht en pijnloos je hond verzorgen door de haren te kammen. Oh! Wat fijn! Ja, dat borstelen. Heeft hij wel nodig, want hij heeft een hele grote, dikke vacht. Ja, dus als je dan... En je wil natuurlijk niet dat Malino tarrels krijgt. Tarrels? Tarrels? Oh, tarrels. Stukjes poep. Hey Milan, zullen we bij deze één ding afspreken? Ja, als je... Weet je niet wat de tarrels zijn? Jawel, dat weet ik wel. Die kun je ook eten. Leg eens uit. Nee, dat kan niet. Oh. Leg eens uit wat tarrels zijn aan de kijkers. Tarrels, dat zijn stukjes poep die blijven aan de haren van je kont hangen. Ja. Ja, dat is zo. Ja, hij hoort kont en poep en wij moeten lachen hoor, Lars. Lars moet wel lachen hoor. Ah. Ja, hij ligt helemaal stuk. Hij legt het zo correct uit, gewoon heel netjes ook. Een stukje poep die aan je kont haar. Ja, ik weet dat er ook jongere kijkers zijn die denken, kont, haar. Tarrels, ik heb nog helemaal geen haar. Nou, nee. Maar dat komt wel. Ja. Maar dat komt wel. Maar dat komt wel. We willen bij deze wel één ding met jou afspreken. Mogen Enzo en ik erbij zijn de eerste keer dat je Malino in bad gaat doen? Ja, gaat wassen. Natuurlijk. Ja, ja, dat lijkt me zo leuk. Ja, dat lijkt me ook leuk. Nou, weet je wat het is? Kijk, ik vlog niet dagelijks. Ik doe al alles alleen op Instagram. Ja. Dus als jullie dat soort dingen willen zien en willen meemaken, tuurlijk. Ja, of dan bel ik jullie wel. Volg Malino de hond op Instagram. Ja. Gang, gang. Sick. Cool, ik ga me uitkleden. Ik ben vanmiddag ook bij de dierenwinkel geweest. Bij dezelfde, denk ik. Want ik zag ineens mijn bank. Ik had van die sticks gehaald. Dat zijn van die etensticks. En ik leg alles binnen neer op de tafel. En ineens denk ik... Oh nee, ik ben even een half uurtje weg geweest. Heeft hij gepoept ergens? Dus ik zoeken en zoeken. Nou, helemaal niks. En ik kon niet meer ruiken. En op een gegeven moment rook het niet meer. Dus ik loop weer terug naar die verpakking, naar die sticks. En ik zal weer verder. Ik zo... Het zijn die sticks, joh. Zo, dat ruikt, joh. Ja? Dat stinkt zo. We hebben in ieder geval dat vers is. Maar het stinkt, joh. Ja. Zo. Ja, en ik geef hem aan Malino. Nadat hij natuurlijk heeft zitten en pootje. Ja. Ik geef het aan hem. En hij is zo... Ja. Oké, okay, wij gaan iets heel erg leuks doen. En ik heb gelukkig genoeg mankracht om te helpen.
Lars, Mees en Malino. Of Milan. Ik kan zit boven. Ruff. Wacht, ik pak een stokje stront. Ja, om jou te voeren. Oh. Hij begreep het nu al niet meer. Maar ik heb genoeg hulp om mij om te toveren tot superheld. Ik moet even een onderbroekje aan doen. Ja. Oh, wacht. Ja, nee, ik heb al een onderbroek. Oh, hey, mijn geest zit los. Ja, soms dan eet ik en dan zit ik en dan denk ik, oh, ik kan bijna niet meer. Dan doe ik zo. Oh, en oh, ik kan nog een broodje. Oké, wat gaan we doen? Wij gaan mij omtoveren tot superheld, dat zeg ik net. En waarom zou ik dat willen doen? Nou, wil ik meehelpen? Mogen we jou ook doen? Nee. Jij zei gisteren, wie was ook alweer? Oh ja, Iron Man. Iron Man, super gruwelijk zo. Ja. Waar hebben we de onderbroekjes? Hier, hè? Ja. Ja, kijk. We hebben ook hele mooie gehad. Ja. Wacht. Ik doe wel even als eerste haar, ja? Ja? Maar Mila moet eigenlijk eerst zeggen of hij het gaat doen voordat je dit laat zien. Hij moet nu al kiezen. Wil je omgetoverd worden tot Iron Man? Nou, dat ligt eraan. Dat ligt er echt aan heel veel dingen. Waaraan? Nou, dat ligt aan... Ik zou het niet aan hebben. Oh! Oh, onderbroek ineens in beeld. Dat ligt aan... Ja, ik weet niet. Gewoon, moet het met smink? Want daar heb ik even geen zin in. Ja, je hele lichaam wordt geverfd. Je hele lichaam? Ja. Nee, dat wil ik niet. Nee? Waarom niet? Nou, omdat ik straks... Ik wil straks weer naar Malino, dan wil ik die uitlaten. En dan moet ik als Iron Man Malino gaan uitlaten. Is vet? Mama! Oh my god. Mama! Ja, toch? Sick hoor. Jeetje. Ja, maar je hebt hier gewoon een zakje. Je kan gewoon mijn telefoon kwijt. Nee, daar kun je door plassen, sukkel. Oh, dat meen je? Ja, ja, dan kan je eruit hangen. Echt? Ja, gebruik je dat nooit? Heb je dat nog nooit gehad? Nee, ik dacht, kijk, gewoon een zakje. Ik wist het zelfs. Ja, maar bij fotoshoots kun je daar een sok in doen. Maar jij wil dat dus niet? Nee, nu niet. Ik wil het wel een andere keer. Lijkt me wel leuk. Oké, wie van jullie offert zich op dan? Ik denk dat meestal meestal slim is. Ik ben heel behaard in dat ja, maar jij hebt wel al je Ninja Turtle ding. Jij moet. Ja, jij moet. Change! In alle opzichten is het handiger dat Mees dit doet. Nee, ik wil eigenlijk liever Lars. Ja. Dit is een onderbroek. Ja. Hij is dan een grote baby. Ja. Wat doe jij? Nee, maar... Ik had het niet eens gezien. Luister, nee, maar... Let op. Ik heb zeker recht van spreken. Mijn favoriete superheld is Spider-Man. Ja. Die wordt Enzo al. Ja, precies. Nee, jouw favoriete Spider-Man is geen superheld. Jouw favoriete superheld is geen Spider-Man. Laten we gewoon beginnen met Enzo, als dat goed bevalt, doe ik. Nee. We kunnen Lars van omtoveren tot grote baby. Die hoeft alleen handenboek aan. Dat is wel goed. Ja, dat is wel goed. Nou oké, we beginnen wel met Enzo. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, gaan we de camera dan ergens neerzetten? Ja, ik heb er super veel zin in, man. Ik wil Spider-Man worden. Tza, tza, tza. Echt sick. En dan zo... Dat kunnen we wel regelen. Ik kan je wel laten bijten door een spin. Echt sick hoor. Het is de hoogste tijd. Het gaat beginnen. Ik word getransformeerd tot superheld. Ik ben heel erg benieuwd. Ik laat het weer compleet over aan de creativiteit en de handigheid van Myron. Maar ik krijg hulp van Mees en Lars. Top. En misschien Milan. Maar... Misschien dat Milan ook een paar streepjes wil zetten. Ik wil net even dit doen. Stel je hebt een broer. Je bent super trots op hem. En hij komt tegenover je staan en hij ziet er zo uit. Ah, Milan, doe dit dan niet. Ja, dat vindt hij leuk, hè, om zo mij. Dat staat nog nergens op. En hij zegt, dat is toch bizar. Kijk wat je aan hebt, man. Ja, maar soms doe ik ook iets en achteraf denk ik, oh, dit is echt gewoon verschrikkelijk. Maar goed, hè, ik heb er wat voor over. Oké, even voor de duidelijkheid. Ik ben net helemaal ingesmeerd met body lotion. Dat leek Marvin een goed idee. Oh, ga je daar beginnen? Oh, je gaat daar een lijn trekken van, ah. Oh. Dit is Lars. Oh, dit is wel koud, hè. Oh, dit is echt koud, hè. Ja, auw! Gast! Je sloeg me met een kwast op mijn reet. Ja. Dat is ook nog eens de grootste kwast. Ja. Wow, je gaat echt meteen al beginnen, hè, Mees? Ja, ja. Oh, dit is echt koud, hè? Kom, Mees, wel. Oh, dit is echt raar. Dat is zoveel aanraking op mijn lichaam. Ah! Oh! Jeetje, je zit te kwasten, Lars. Dat is echt sick, ouwe. Ik heb akimbo. Dit is wel leuk hoor. Ik zie het werkt, akimbo. Oh. Zo koud. Maar je moet wel echt een dikke laag. De onderbroek ook mee, Miron? Ja. Hij zit op mijn kont te kwasten. Waar stond de voorkant? Het valt tussen mijn tenen. Nee, Mees. Dat is niet de bedoeling, want die moet rood. Dat moet rood. Dat kan wel weg. Sorry, moet die tussen ook een beetje. Oh, dit is zo naar. Hoe lang moet dit droog eigenlijk? 24 uur. Oh, dat is wel een goede.
24 uur blijven staan. Lars! Dat moet toch gebeuren, sorry hoor. Hey, iemand moet het doen. Nee, oh, die bukken man, je ziet, ik kan zo naar binnen gluren. Oh, dit is aan de ene kant heel raar, maar aan de andere kant, ja. Weet je, als we dit willen laten slagen, dan moet het maar. Eigenlijk moeten we het volgende keer naakt doen en dan ga je over straat lopen. Maar dan echt goede verf, dat je het niet ziet. Dat doen mensen, hè? Dat doen van die meisjes. Doen dan gaan over door New York lopen. Dat is wel iets makkelijker dan. Ja, klopt. Die hebben er niet zo'n ding hangen. Ja, wat is dat dan? Je pistool of zo? Jeetje. Dit is toch ongelooflijk. Hey pap, hey Lars, wat heb jij vandaag gedaan? Ja, wat heb ik vandaag gedaan? En zo, één ding. Ja. Heb jij al geplast voordat je dit ging doen? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hey, maar ik heb hier een zakje, hè? Ja. Oh, dit is zo koud. Dit is zo koud. Ik krijg het ook wel echt koud, dus het is goed dat de ramen dicht blijven. Nu ga ik zelf eventjes aan de slag, want anders wordt het wel een beetje raar, denk ik. Nee, nu is het niet raar. Nee, ik sta hier gewoon ook echt tussen billetjes te smeren, hè. Dat is de voorkant in te verven, ik sta hier een beetje billetjes te smeren. Dit er goed uitgaat, mensen. Denk ik niet. Denk je het niet? Oh, onder mijn oksel. Oh. Ik mag hem op steunen op mijn hoofd. Ja, nice. Ah, bij de oksel. Rustig, rustig. Ah. Wacht even. Ah. 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 Zorg dat jullie snel klaar zijn. Bloksels. Oh, dat is echt heel erg. Oh. Dit is echt weer zo'n dom idee. Stel, het gaat er niet af en zo. Stel voor, het gaat er zo moeilijk af dat je gewoon nog... Je moet schrobben. Ja, dat je nog... Auw, wat doe je? Auw, dat doet pijn. Hebben jullie hier al gedaan? Achter dat... Nee. Auw! Die kreeg je terug. Ja, die kreeg ik wel terug. Hij zit daar zo neer, die hebben ze nog niet gedaan. Oh, ik heb wel echt dorst trouwens. Jammer. Nee. De föhn lijkt me zo naar. Ja, het moet zo, want als die benen weer opnieuw moeten om het extra blauw te maken, moeten we wel föhnen eerst. Ah, niet doen, niet doen. Ben je er klaar voor om te testen of het opdroogt? Vooruit dan maar. Je gaat veunen dus. Auw, auw, auw! Auw, niet zo lang op één plek! Wordt het heet? Ja, dat wordt heet! Hij zit gewoon een 5 seconden op één plek! Ik heb echt geen idee hoe ik er van afstand uitzie. En daar ben ik zo benieuwd naar. Want ik kijk alleen maar naar beneden en ik zie maar een klein... Ja, klein. Ik zie wel de hele voorkant van mijn lichaam, maar... Gewoon het totaalplaatje, daar ben ik zo nieuwsgierig naar. Het werkt wel, het werkt. Ja, lijkt het wel. Ja, het lijkt wel. Wat zou ik kijk mijn voeten daar beneden, zie je dat? Wow, inderdaad. Als ik dit zo doe. Het gaat gewoon helemaal af. Ja, maar hier ook hoor, kijk. Ja. Zie je dat? Dus als ik stilsta zo blijft het erop, maar als ik, zodra ik ga bewegen gaat het heel erg scheuren. Straks gaat het bewegen. Ja. Want ik voel mijn hele lichaam strak staan. Ah, oh, dat was echt even lekker. Meer of niet? Nee, zo is goed. Ik had echt even dorst. Ik kan het zelf niet aanpakken met mijn handen. Ik denk dat ik je gezicht maar met smink ga doen. Ja, beter. Ik heb het echt koud ook trouwens, hé. Oh, sorry. Die ontglipte me echt. Oké, dames en heren. Myron die gaat nu beginnen aan mijn gezicht. Ik denk dat als er nu een professionele body artist kijkt, dat hij echt zoiets heeft van, oh mijn god, wat
doen jullie? Ook gewoon met normale verf, niet lichaamsverf. Nee, geen eens lichaamsverf, gewoon normale verf. Dus mocht het nou zo zijn dat jij een professionele body artist bent, stuur mij dan eventjes een DM. En dan in de toekomst, als we weer bij elkaar mogen komen, dan is het misschien wel vet om een keertje dit opnieuw te doen. Ook al weet ik nog geen eens de eindresultaten, maar misschien dan in iets anders in plaats van Spider-Man. Maar ja, ik ben benieuwd ook hoe mijn gezicht eruit komt te zien. Wat doe je dat hard? Ja, omdat het anders niet jouw snorhaar gaat. Ik heb... Je moet ook niet gaan praten, anders weten Ik heb me vanochtend serieus nog geschoren, speciaal hiervoor. En we zijn er dus achter gekomen dat het enorm scheurt. Ja. Dus ik sta nu echt de hele tijd zo stil mogelijk. Maar zodra ik straks ga bewegen, scheurt het verf overal. Je ziet het hier ook, ik zal er een beetje op inzoomen, dan kan je het goed zien. Het is helemaal gescheurd, niet de zijkant ook. We hebben het hier een beetje geprobeerd te verven, maar dat werkt niet echt. Nee, dus ja, het is niet het meest ideale, maar goed. Hoe ziet mijn gezicht eruit? Want dat heb ik ook nog niet gezien. Ja, dat is op zich wel mooi. Ja? Alleen, je gezicht past niet heel erg bij je lichaam nog. Omdat het nog niet af is, of? Het is donkerder. Ja. Oh, het is donkerder wat. Ja, op zich past het wel. Dan heb ik gewoon ongeluk mijn verkeerde masker gepakt. Ik heb twee lades, hè? Iets donkere rood masker en een lichter rood masker. Ja. Hey, maar even serieus, hè? Laten we eerlijk zijn. Als je gewoon iemand anders kon zijn, een superheld, dan wil iedereen toch Spider-Man zijn. Ja, dat is wel, die kan wel het meest. En hij is nog grappig ook. Ja, hij is super grappig. Hij is gespierd, hij is snel, hij is lenig. Hij is sexy. Ook met zo'n luier aan. Ah, je zit helemaal in mijn oor te porren met die kwast. Nee, maar even serieus, Spider-Man. Wow, serieus. Ik krijg er kipvel van, hè, als ik erover nadenk. Je bent hem nu eigenlijk een beetje. Ja, nou, zo voel ik me niet. Zo voel ik me totaal niet. Maar ik heb nu een hele belangrijke vraag. Spider-Man heeft niet zo'n pluimpje op zijn hoofd. Nee. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, en ze wil graag een Spider-Man met haar zijn. Ja, dat is wel zo. Ja, maar dat kan niet. Jawel, dat is de Spider-Man van 2020. Ik vind dat ook niet kunnen. Nee. Ja, maar hoe je dat op dan... je lip, je moet even je mond houden. Nou, Zie, niet bewegen, niet praten. Wat? Hoe gaan we dat dan doen? Ja, even te denken. Je douwt die kwast in mijn neus. Lekker, hè? Gat. Oh, het scheurt al redelijk hard. Ja. Op mijn borst en zo. Omdat ik zo gespierd ben. Oh shit, hey, ik heb met mijn vingers aangeraakt. Wat? Ja, inderdaad. Oh ja. Wow, kijk mijn arm! Wow, ja, dat ziet er vet uit. Zie je dat? Ja. Wow, wat sick als ik dit doe zo. Kijk al het verf. Ja. Holy dus ik niet shit. Doen. Straks valt het eraf. Oeh, dan moet ik zo blijven. Zo bedenkt ze leven echt. De laatste dingetjes worden gedaan op dit moment. En dan ben ik helemaal af, helemaal klaar. En dan gaan we jullie echt het complete plaatje laten zien. En dan ga ik ook even wat mensen bellen. En dan kijken hoe ze reageren. Ik ben echt benieuwd. Dan hopen dat het gaat regenen. Ja, want als het regent, dan ga ik naar buiten. En dan spoelt het er allemaal lekker af door de regen. Dat zal echt sick zijn. Hij is wel nice, man. Ja, goed gedaan. Wow, sick. Ja, dit is dat sick. Is echt sick. Wow, op camera ziet het er veel zieker uit dan in het echt. Het is het enige grappige wat is dat je hoofd veel roder is dan dat beeld. Ja, ik heb mijn verkeerde masker opgedaan. Ja, deze is van in de zomer. Het lijkt nu wel alsof je hele witte tanden hebt. Ja? Ja, ja. Alleen hij focust er nu niet op jou. Ja, nu. Wow, sick. Oh mijn god, ik kijk nu voor het eerst naar beneden. Wow, ik voel me ook echt sterker. Ja, dit voel ik dus amper, hè, dat je op mijn arm schildert. Ja? Ja, omdat er zo'n laag op zit, die zo hard is geworden, dat je niet meer op mijn huid smeert, maar gewoon op die verflaag. Dus ik voel dat niet echt meer. Het is zo gek. Het is dat ik weet dat je daar aan het kwasten bent. Maar... De bedoeling is nu dat Myron een foto van mij gaat maken en dat ik dan mijn allereerste reactie ga geven. Want ik heb dus geen idee van hoe dit eruit ziet van ver af. Heel erg benieuwd. Sowieso op film en foto ziet er waarschijnlijk 10 keer beter uit dan in het echt. Goed, ik ben benieuwd.
Oké, ik ga staan. Ja. Oké, maar er is een foto gemaakt. Dit is ook de eerste keer dat ik nu beweeg trouwens, op de plaat. Wow, dat voelt zo onwennig. Ben je er klaar voor? Ja. Wow, wat sick! Oh mijn god. Oh, ik zie er echt sick uit. Zo, wat sick, hè. Jullie hebben echt goed gedaan. Jullie hebben het echt goed gedaan. Wat toch? Duimpje omhoog. Ik kan mijn arm niet omhoog doen. Maar doe maar niet. Dan scheurt alles uit. Maar duimpje omhoog voor jullie gasten. Yes, het ziet er nog cooler uit. Ik heb mijn haar los. Ja. Mag je ziet echt slecht door het licht. Zo beter, ja. Ja, dit is top. Ik denk dat ik toch één arm even zo ga spuiten, weet je wel. Even omdraaien. Oh. Wow. Maar je hoofd is wel echt het best gelukt, hè? Die is echt knalrood. Ja, het hoofd is echt ziek. Maar nee, ik vind alles ziek eigenlijk. Ja? Ja, ik vind de onderbroek ook mooi. Nee, maar ik vind echt, echt veel beter gelukt dan ik had gedacht. Echt heel sick. Mag mijn telefoon? Gezichtsherkenning? Nee. Er gebeurt niks. Maar, kijk wat ik heb als achtergrond van mijn telefoon. Ja, dit past nu wel heel goed. Dit is sick, hè? Dat is niet normaal. Dit is echt heel sick. Nice. Oh mijn god. Oké, cool. We gaan een paar mensen bellen en ik ben heel erg benieuwd hoe ze gaan reageren. Eerst filmt Marvin zichzelf en dan gaat Marvin vragen wie is jouw favoriet superheld. En maakt niet uit of ze Spider-Man zeggen of niet. Sorry, ik begrijp het niet. Nee, hoe ik leg het toch net uit, jongen. Er is toch niks aan te begrijpen, het is toch duidelijk? Jongen. Wie gaan we eerst bellen? Milan? Hallo? Hi. Ik was op video bellen met Jen. Oh. En toen zei kunnen we ook met z'n drieën, ja, maar dan zie ik hem niet meer. Oh, nee, volgens mij kan dat ook niet. Of kan dat wel? Oh, dat kan. Oh ja, ik zie het. Wacht, ik ga proberen Shen toe te voegen. Ja! Yay! We zijn nog met z'n drieën. Ik heb een vraagje voor jullie. Wie is jullie favoriete superheld? Spider-Man, denk ik. Oké, en wie is die van jou, Irma? Oh, moet ik even kijken, hoor. Daar ben ik zo slecht in. Black Widow! Black Widow? Oké, okay, nou, mijne is ook Spider-Man. En daarom... heb ik Ezra Spider-Man geverfd. Oh, ja. Oh, daar wil ik wel als Black Widow naast staan. Vet, hè? Echt eng. Is goed gelukt, hè? Je bent gewoon een kunstenaar, Willem. Nou, ja, samen met Lars Mees. Ook een beetje hulp van Lars en Mees. Yes. Hi. Super goed gedaan, hè. Wat voor cijfer geef jij je mam? Ik geef 9,8. En jij, Shen? 9,9. Jeetje. Ja, en goed dat je voor Spider-Man koos, Shen. Ja. Echt super mooi. Oh, ja, achter is hij niet zo goed. Je hebt ook alleen een onderbroek aan. Ja. Heel goed gezien, Shen. Ik heb alleen een onderbroek aan. Oh, ja, dat zag ik in de story van Milan. Oh ja, klopt. Ja. Maar wij gaan snel weer de volgende bellen, want dit zit echt verschrikkelijk. Doei! Doei! Heel leuk, goed gedaan. Dank je. Doei! Doei! Hi. Hey, ik heb een vraagje voor je. Stel. Wie is jouw favoriete superheld? Ja, Superman. Superman? Spider-Man? Ja. Ja, mijn ook. Ja, vind ik wel hard. Nee, joh! Oh, joh, ik dacht kaalscheren is erg, maar dit? Oh, ja. We hebben hem helemaal Spider-Man geschilderd. Oh, ook zijn onderbroek. Ja. Sick, hè? Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Dit heeft bijna 2 uur geduurd, denk ik. Oh, van je voeten en zo. Ja. Holy shit. No. Jeetje, het is wel goed gelukt, hoor. Die spin ook in het midden. Ja, wat voor cijfer geef je? Wel 9, hoor. Ja, yeah, lekker. We hebben het tot nu toe niet onder de 9. Hier ook dat web, dat is echt goed gedaan. Sick. Rust gaan. Doei. Yo. 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 Oh, Swag brilletje, hoor. Hé, hey, ik heb een vraagje. Yes. Wie is jouw favoriete superheld? Wacht, dit moet ik even googlen, denk ik. Ben jij ook als iemand die dat moet googlen, hè?
ik zou zeggen, wat ik voor vragen denk. Ik ga voor, ik denk Superman gewoon eigenlijk. Dat meen je niet. Ja. Meen je dat echt? Ja. Echt? Nee, toch wel Spider-Man. Bro, full body? Yup. We hebben hem helemaal geschilderd. Bro, dit ziet eruit. Cool toch? Waarom beweegt hij zo? Hij voelt ook... Wow. Bro, hier moet je echt een gekke pik aan mee maken. Ja, ja. En die ga jij dan weer lekker photoshoppen en opknappen, ja toch? Ja. Fuck. Het is wel goed gelukt. Ja toch? En wat voor cijfer geef je hem? Ik geef dit toch wel een dikke 8,5 hoor. Oeh, dat is het laagste cijfer wat we tot nu toe hebben gehad. Ja, hey. Maar een 8,5 is ook echt. 8,5? Hé, mijn moeder zou blij zijn als dat op mijn rapport stond. Ik zeg het eerlijk. Ja, daarom. Hé, hey, rustig aan thuis. Doei. Ja. Peace. Dit is wel beter. Hey. Hallo. Hola, hola. Ik heb een vraagje voor je. Wie is jouw favoriete superheld? Ja, Spider-Man. Echt? Zeker. Ja! Yes! Lekker pimp, Spider-Man! Spider-Man, ouwe, wat een outfit! Nee, het is geverfd. Ik heb het geverfd. Ja. Dacht je dat het een pakje was? Ja. Dan hebben we het echt goed gedaan. Ouwe superheld. Maar wat voor cijfer geef je het? Ja, toch was ik al een 9 hoor. Ja, yeah! Lekker hoor. Hey Pim, je ziet er goed uit, man. Mooi houthakkersbloesje. Weet je, hè? En in de studio. Ja, lekker man. Je ziet er goed uit. Hey, we zien elkaar snel weer. Yes, dankjewel vriend. Hey, later. Yo. Wow, sick. Ja, hij zei echt meteen Spider-Man. Hij hoefde er niet voor te googlen niks. Nee. Meteen Spider-Man. Ik heb nog wel een leuk idee over wie we kunnen bellen. Een groot Spider-Man fan. Ja, echt een groot Spider-Man fan. Die ga ik nu bellen, ja? Hey! Hey! Lang niet gezien. Hey, ik heb een vraagje voor je. Oké, kom maar op. Wie is je favoriete superheld? Spider-Man! Ja? Echt? Ja, ja, ja. Oh mijn god, kijk dit, kijk dit! Oh! Nee! Nee, dit kan niet. Is dat hem echt? Ja? Ik zou echt snel komen kijken, want Spider-Man staat in de woonkamer. Leo! Nee! Ik ben Spider-Man! Oh. Dit is mijn grootste fan. Ja, hij stalkt mij echt heel vaak. Wat voor cijfer geef je me? 1 op 10? Ja. 700. Wow, sick. Hoogste cijfer tot nu toe. Het is leuk hè, om mensen blij te maken. Gewoon geen normaal. Hallo? Oh, hallo. Hey, we willen jullie wat leuks laten zien. Oh, een handje zeker? Nee. Kan oma ook in beeld komen? Ik heb een vraagje voor jullie. Nou? Wie is jullie favoriete superheld? Achilles. Dat is een voetbalclub toch? Oh, is dat ook een... Oh ja, dat is ook een superheld. Oh ja. En wie is oma's favoriete superheld? Enzo. Ja? Ja. Wil je Enzo zien dan? Ja. Weten jullie wie dat is? Ja, een of andere... Spider-Man. Ja, Spider-Man. Yes, wat vinden jullie ervan? Heel goed. Fantastisch man, geweldig. Is helemaal geschilderd. Wat voor cijfer geven jullie het? Nou, een 10! Oh. Een 10! Yay! Wil je hem helemaal van veraf zien? Kijk! Oh. Fantastisch! Geweldig! Doei! Doei doei! Tot snel! Tot zien! Oh, mijn oma! Wie is jouw superheld? En zo! En zo. Ook beide een 10, hè? Ja, beide een 10. Super schattig. Echt zo lief. Ja, jij belt mij nooit. Ik moet alleen tijd jou bellen. Ja, dat is ook weer waar. Maar de volgende keer bel ik jou. Ja, top. Hey, ik heb weer een super interessante vraag voor je.
Oké, okay, ja, kom maar door. Mijn man is niet aan het spelen, dus ik ben iets minder aanwezig. Ja, dat is niet erg. Wie is jouw favoriete superheld? Batman. Oh, meen je niet? Ik denk dat je hier iemand... Ondertussen is hij een spelletje aan het spelen. Ik heb het een keel. Wat vind je van mijn Spider-Man verfkostuum? Ik vind het prachtig. Dus allemaal verf en smink. Het zit echt verschrikkelijk. Wat voor cijfer geef je het? Heel eerlijk, ik geef het een 9 van de 10. Ik vind het heel goed gedaan. 9! Ja, nice. Lekker! Sick hoor, dankjewel. Doei! Doei! Nu ga ik voor het eerst echt heel goed bewegen. En dan zul je zien dat het er echt heel erg vervelend op zit. In de zin van dat het helemaal gaat krekken. Nog even een spijtje hoofd maken. Zo! Het lijkt heel sterk. Je wilt niet. Sterk voor je pakkie. Ja, je wilt niet weten hoeveel pijn dat doet. Dat is pijn? Ja, al mijn haren, gast. Dat zit helemaal vast, hè? Hey, ik heb een idee. Hey, dit is wel een beetje. Even lospellen zo, dat red ik niet. Het trekt super hard ook gewoon. Alsof ik allemaal schubben heb. Maar kijk, je ziet het ook allemaal op de grond liggen hier, hè? Altijd blauwe. Ja, het doet zoveel pijn, maar straks ga ik het meer scheuren, ja? Ja. Ik ga nog even één foto maken. Doe eens nog even goede. Ja, Mees die weet hoe een Spider-Man precies beweegt. Wacht heel erg. Zo. Oh, dat wordt echt zo pijnlijk. Ja. Ik moet Mees nadoen, hè? Dit wordt echt heel pijnlijk. Zo. Oh, echt? Ja. Oh, dit is perfect. Auw! Oh! Dit is echt. Ah, nee, dit kan niet. Dat kan niet. Oké, okay, kom op Enzo, kom op. In 3, 2, 1. Dat kan echt niet. Het doet echt zoveel pijn. Kom op voor de foto. Oh, dit is niet normaal. Kom in één keer. Ja, maar dat kan niet. Auw, auw. Oh, nee, kan echt niet. Oh, nee, dat lukt niet. Het doet zoveel pijn. Hoe wil jij in bad stappen dan? Ja, weet ik niet, maar kijk dit dan, gast. Ja, nee. Wow, dat pel je er lekker af, hé. Ja, maar ik kan niet. Auw! Auw! Ja, auw! Bijna, oh, nee, ik kan echt niet. Bijna. Auw! Auw! Nee, ik kan niet. Wil je Enzo stil hebben staan, smeer hem weer. Ja, echt zo. Dit is de manier om stil te krijgen. Ja, één keer in die move is meteen een foto maken en dan... Oh, het doet wel echt pijn. Oké. Okay. Ik moet op mijn hurken en dan mijn hand en deze zo. Ja, zo hè. Naar me toe. Zo en dan deze waar? En dan die mag gewoon waar je, gewoon zo. Ik zou zo. Naar mij toe, ja. Ja? Zo! Oh. Kijk dan wat er allemaal op de grond ligt, wat er van afkomt. Hier is allemaal schilfertjes gewoon hier. Kijk deze foto. Hij komt wel in de buurt. Spider-Man gaat door zijn rug. Oh, ik wil hem heel graag doen, maar echt, het trekt als een malle. Za! Oh nee, ik kan niet meer. Ik moet in bad. Ik moet nu echt in bad. Rennen. Ja, echt verschrikkelijk. Geen idee. Auw. Wow, zijn billen. Kijk, zijn billen. Ja, hij was helemaal hard gewoon. Ah, dit doet echt pijn. Hey. Wow. Sick! Nu zie ik ze van dichtbij. Volgens mij ging je in bad. Oké, Spider-Man gaat in bad. Oh. En dan mag jij gewoon bij zijn, hè? Ja. Zijn we er klaar voor? Oei. Oh, dit doet echt zoveel pijn. Oh, het is wel lekker warm. Wow, het is glad. Ik glij uit. Wow, het wordt ook al helemaal rood. Kijk hoe snel dat er vanaf gaat. Ja. Nee, je moet gaan zitten. Ja, maar ik kan niet zitten. Het doet echt heel veel pijn. Ik help je wel. Ja, we even helpen. Het doet echt heel veel pijn. Je kan op mij leunen. Stop, laat me horen. Niet zo hard duwen. Het doet pijn. Je duwt mij. Ik heb helemaal auw. Het doet pijn. Dit onderbroekje is ook helemaal hard geworden.
Ja, klopt, die is helemaal hard. Ga even naar voren stappen. Ja, dat wil ik. Oh, ik moet naar achter. Ja, zo, en dan ga je naar achter. Dit doet zoveel pijn. Ik doe dit nooit meer. Doe dit. Zo, en dan op je knieën. Ja, recht. En nu. Oh, niet mijn been pakken. Je kan bijna helemaal liggen. Niet laten vallen, dan worden wij ook nat. Je kan bijna helemaal liggen. Ja, Oh, Spider-Man in bad. Kijk, en nu gaat het er wel af. Oh mijn god, oh, ik val. Oh, het deed zoveel pijn, echt niet normaal. Het water wordt helemaal blauw. Oh yes, ik kan mijn been weer een beetje bewegen. Maar wie heb je bestreden dan, dat je nu zoveel pijn hebt? Wow, dit. Wow, mijn handen. Bestreden? Ja, welke enemy van Spider-Man? Ja, echt hè, ik moest tegen Black Widow vechten. Die hoort bij je. Oh, oeps. Tegen Doc Ock. Doc Ock. Oh. Nou, die heeft je wel toegetakeld, zie ik al. Je pak is helemaal kapot. Ja. Oh, dit is echt even lekker hoor. Dat dit allemaal vanaf gaat. Nee, wat doe je? Het is koud. Nee, wat een warm. Kijk, nu kun je dit zo eraf halen. Kijk, mijn onderbroek, die blijft gewoon blauw. Ja. Ah, zeet! Auw, zeet! Doe dit thuis niet na, serieus. Dit was echt een slechte keuze. Het was heel grappig, heel leuk. Maar omdat het verf zo hard en strak was geworden, ik had echt pijn. Dat was een beetje gestoord. Wow! Jo, dan gaat het weg. Oh, wat doe je? Dan gaat het weg. Wat? Nu moet je ogen niet open doen. Ja, het gaat fucking makkelijk weg. Ja, goed idee. Oh mijn god. Ah, mijn gezicht. Ik lijk wel een tomaat. Ja. Maar kijk. Zo goed als. Ja, dit gaat helemaal eraf. Ik moet mijn gezicht nog een beetje schoonmaken, denk je niet? Ja, ik zou het zo laten. Je oren ook goed. Ik vind het ook gewoon altijd heel erg. Ik vind het ook altijd heel erg leuk om mensen op te bellen en dan te verrassen. Beter zo. Ja, ik denk als je met de handen nu droog maakt, dan ja. Ja. Ja, ik ga nog even lekker douchen. Dat snap ik. Zo, maar dat bad, hé, wat ziek. Ja, ik ga nu nog even lekker douchen. Oh, maar wat sick weer! Dat was weer leuk! Wow! Ja. Hey, jouw duimpje omhoog als Milan het ook moet gaan doen, hè? Ja! Hey Enzo, je bent klaar. Ja. Gedoucht en wel. Ja. En er waren net een paar fans en die hadden iets leuks voor je meegenomen. En dat zit hierin. Maar voordat je deze gaat openmaken, mag je naar de studio gaan, zet je apparatuur aan en dan heb ik nog een cadeautje voor je. Serieus? Ja. Cool, ga ik doen. Let's go. Oké. Daar zit ik dan. Ik moest hier gaan zitten. Ik heb nog geen kleren aan. Ja, wel een onderbroek, maar ik ben helemaal ingesmeerd met body lotion omdat ik een beetje huidirritaties heb van die verf en smink. Maar Mees heeft een cadeautje voor mij. Ik heb een cadeautje voor jou, zeker. Oké. Ik zag dus... ik had in ieder geval in gedachten wat dat is. Dus ik dacht, misschien kan je er nog wat leuks mee doen. Dus, ik heb 1. Nog een cadeautje. Ik heb 2. Nog een cadeautje. En ik heb 3. Nog drie een cadeautje. Cadeautjes. Ja. Dude, serieus? Ja. Allemaal voor mij? Ja. Oké, sick. Dus dames en heren, ik ga dit openmaken. En ik heb zo'n vermoeden dat het Pokémon-kaarten zijn. Sick, dankjewel. Dat is echt lijp. En dan ga ik dit openmaken voor mijn gamevideo. Ik heb namelijk al 1 Pokémon game video opgenomen en die is zo ziek veel bekeken. Volgens mij ondertussen 400.000. En de tweede video moet er aankomen. Dit wordt dan de 3e aflevering van de Pokémon video's. En die kan ik ook heel goed gebruiken voor het project waar ik mee bezig ben. En deze heb ik dus gekregen van een fan van Martijn ten Holder. Super chill, dankjewel. Dus dan heb ik in totaal 4... dingen die je kan openmaken. En dat ga ik dan doen in die gamevideo. Die gamevideo van deze staat nog niet in de beschrijving. Maar de 2e Pokémon aflevering staat wel in de beschrijving. Check mijn gamekanaal Enzo Knol 2. Waar we trouwens ook 700.000 abonnees op hebben gehaald. Dat is echt bizar. Super sick. Klik, 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 klik. Dankjewel Mees. Alsjeblieft. Super sick. En wil je dit zien? Check dan Enzo Knol 2. Marvin en ik die zijn bezig met het eten. We zijn met z'n tweetjes aan het koken. En wat zijn we aan het maken? Heerlijke kip
tandoori. Super lekker. Hier hebben we de rijst. Hier hebben we de broccoli. En dan komt straks de kip en de uitjes nog in dit pannetje. En dan hebben we straks weer echt een heerlijk gerecht. Ah, oh, wat is dit? Het is hier nat. Oké, we hebben je eten. Kom maar met je bord. Myron en Enzo, mijn standaard kip tandoori recept. Met vleugjes van Myron haar ingrediënten, zoals broccoli, ui. Dat was het. Was het. Volgens mij is dit echt nog lekkerder dan de vorige keer. Nicole is er niet bij, zoals jullie zien. Die ligt ziekjes op bed. Dus we wensen natuurlijk Nicole allemaal beterschap. Eet smakelijk, boys. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Kaboom. Pan is ook helemaal op. Op voor de pol. Lekker smikkelen. Ziet er misschien niet zo lekker uit, maar ik weet zeker dat het super lekker is. Marlino, wil jij weer in de vlog? Kijk, deze camera. Deze camera. Kijk dan hoe hij ook ligt, hè, met die pootjes hier. Dan gaan ze chillen. Ja. Hier, nu kun je je speeltje uittesten. Oh ja, dat kan. Kijk eens even. Komt er al wat haar vanaf? Nee, maar hij haart echt helemaal niet uit. Nee, er komt echt serieus geen haar vanaf als ik dit doe. Er zit echt geen haar aan gewoon. Lekker, hè? Nu is het gewoon puur om te masseren. Ja. Hij vindt die camera heel interessant hoor, die likt hij helemaal af. Oh, lekker fluffy, hè. Lekker fluffy, It's so fluffy, I'm gonna die. It's so fluffy. Zo, dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. Een account aanmaken is gewoon geheel gratis. Dus vergeet niet te abonneren hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.